Snijwonden, ademhalingsproblemen door de dikke rook. Na de aanval verlaat Identitair Verzet op vordering van de politie het pand. De rechtse groep wilde met de bezetting een signaal afgeven aan de gemeente. Als jij een hele buurt laat kraken, ja, als jij je eigen burgers weigert te beschermen, dat de woningbouw een particulier beveiligingsbedrijf in moet zetten. Ja, volgens mij zijn wij dan niet degene die uitlokken, maar dan zijn wij degene die de vinger op de zere plek leggen. Volgens sommige buurtbewoners is er helemaal geen zere plek. Nou ja, ik liep gisteren langs bij de VOM en ik denk, ja, wat doen die gasten hier? Ik bedoel, blijf lekker in Doetinchem of zo, weet je. Laat het nu rustig, het is toch leuk, het is goed zo. Buurtbewoners die ik heb gesproken, die slaan vooral de toon aan van, wat hebben zij hier te zoeken? Nou, dan weet ik niet welke buurtbewoners u gesproken heeft, maar wij hebben andere geluiden gehoord. Van bijvoorbeeld een meisje die ik terugkwam van boodschappen doen. Die gaf ons een pak koeken. Die zei, hey, dankjewel dat jullie er zijn. Dus het zijn natuurlijk twee geluiden. We Are Here, de krakersgroep waar het eigenlijk om gaat, geeft aan zich slachtoffer te voelen van de twee uitersten. Zo we hebben de slachtoffers. In between. Het is frustratie en stress. En iedereen zijn bang voor wat er gaat gebeuren is. Het pand waar het gisteren om ging staat nog steeds leeg. Gisteren gaven jullie aan om vandaag al terug te komen. We zijn inderdaad in overleg. Want wat is er dan in veranderd? Nou, het kan zijn dat er vanmiddag jongens terugkomen, dat klopt. Dus als je de vlag weer uit het raam ziet hangen, dan zijn we er weer.